Hallo allemaal, de tweede keer dit jaar dat ik even een vlog maak voor iedereen weer, voor ouders en voor leerlingen. En ja, helaas, we zien het allemaal om ons heen. Hè. Het wordt toch weer steeds drukker met de mensen op de IC, mensen die ziek worden. En ook in de school merken we dat het gewoon steeds lastiger wordt om alle lessen goed door te laten gaan. Gelukkig is er nog niemand echt ziek, maar er zijn wel steeds meer collega's die thuis moeten wachten op een uitslag. En ondanks dat er een snelle test is voor docenten, duurt het toch nog best wel heel lang voordat zij de uitslag hebben of zelfs dat ze getest kunnen worden. Dan geven ze les vanuit huis. Maar ja, als ze vanuit huis les geven, dan moet er hier in school toch ook nog weer iemand bij. Dat betekent dat het druk is, dat het soms niet makkelijk is en dat we ook lang niet alle lessen dan door kunnen laten gaan. Om te zorgen dat we toch zoveel mogelijk lessen door kunnen laten gaan, hebben we besloten om vanaf volgende week maandag de lessen 40 minuten te laten duren. U heeft er allemaal al informatie over thuis gehad. En als het goed is, hebben de docenten, de mentoren al een heleboel klassen verteld over hoe die 40 minuten nu precies in elkaar zitten. Alle lessen gaan gewoon door. Het is alleen ietsje korter. En doordat het ietsje korter is, hebben we eigenlijk wat meer tijd. We hebben er ook een 9e uur in gezet. En tijdens dat 9e uur er kunnen toetsen gemaakt worden. Want als jij nu thuis zit, omdat je geen les kan volgen, omdat je ook zit te wachten op de uitslag van de test, of omdat je een beetje verkouden bent, dan kun je gewoon de lessen volgen, maar je kunt geen toets maken. Dat kun je dan doen als je weer terugkomt op het 9e uur. Als je thuis bent en je bent niet echt ziek, je zit dus in quarantaine, dan verwachten we vanaf volgende week dat je ook echt allemaal meedoet met de Zoom-lessen. Je hebt dan gewoon van les 1 tot en met les 8 een Zoom-les. En je moet bij elke les even inloggen. De docent zorgt ervoor dat daar bij magister staat hoe je er kunt komen. Je kunt meedoen. Er staat in magister ook precies wat je moet doen. De docent helpt je op weg. Alle docenten hebben een mooi oortje gekregen. Dus volgens mij gaat het dan echt wel lukken. Hebben we dan alle uren goed helemaal gevuld? Nee, dat zal iets minder zijn. Maar we denken daarmee toch wel te voorkomen dat er heel veel lessen uitvallen. Ik kan niet alles garanderen, want we weten helemaal niet hoe de wereld er volgende week uitziet. We hebben extra uren en extra ruimte om wat extra les te geven aan degene die bepaalde zaken wat lastiger vinden. Dus als de docent je uitnodigt voor het 9e uur, dan moet je niet denken, dan moet ik het 9e uur naar school. Het 9e uur duurt dan uiteindelijk maar tot 3 uur, hè? Dus je bent altijd nog lekker eerder uit. En dat laatste uur kun je wel extra aandacht krijgen. Heb je nou zelf een vraag wat je het lastig vindt en zegt, oh, dat zou fijn zijn als ik wat extra tijd kan krijgen. Vraag het gewoon aan de docent en die zorgt ervoor dat je op een van die uren extra les kan krijgen om dat wat je gemist hebt te kunnen volgen. Ik hoop dat het op een bepaald moment weer alles weer gewoon kan en dat alles weer helemaal gewoon is. Maar we weten met z'n allen dat corona nog een tijdje in de wereld zal zijn. In ieder geval zo dat we nog geen vaccin hebben, dat we nog niet weten wat wel en wat nou precies niet kan. Dus we houden ons keurig aan alle regels. We doen ons uiterste best en we maken ervan wat we ervan kunnen maken om te zorgen dat jullie op een goede manier je opleiding kunnen doen. Vanaf volgende week 40 minuten en over een paar weken zal ik vast jullie nog wel een keertje toespreken. Heel veel plezier dit weekend en maandag gewone tijd starten, iets eerder klaar. Fijn weekend!